Zevenblad is een van de lastigste onkruiden. Hier groeit hij tussen de hei door. Onder de bomen. En ook ja, door het grind groeit hij gewoon door. En de beste manier is om met een riek zeg maar de wortels omhoog te werken. En deze witte wortels, dat zijn allemaal van het zevenblad. Wit. Dus moet je er zoveel mogelijk uit zien te vissen. Dan, nou ja, dan kan je dat een beetje in toom houden. Wat je ook kan doen, is een sterkere plant zoeken. En dit is maagdenpalm. Nou, daar groeit het ook gewoon doorheen. Maar wat een hele sterk is, is deze, de geranium. En ja, er zijn ook nog wel wat hogere vaste planten, zoals de persicaria, de duizendknoop. Die is ook heel sterk, maakt ook heel veel blad. En ook de klimop, die kan ook, als je die op het bodembedekken laat groeien, kan die best het zevenblad zeg maar, ja, verdringen. Ja, dus die is dan sterker als het zevenblad, waardoor die ja, toch verdwijnt. En, ja, anders moet je de wortels eruit vissen om hem in toom te houden.